Oké, we wisten al dat deze Easter Egg in Nuketown zat, maar er zijn weer nieuwe Easter Eggs toegevoegd aan Nuketown. En dan zie je hier natuurlijk op het billboard. Wie is deze man en wat heeft dit te maken met de nieuwe Call of Duty natuurlijk. Dus er zijn een paar nieuwe Easter Eggs toegevoegd, die ga ik jullie nu laten zien. Dat is als eerst deze hier zo aan de wall in. Hier in de lucht hangt een soort van teleporter met een soort van logo. Ik kan niet precies zien wat het is. En hier aan de muur een Bounty Village Strength poster. Wat heeft dit te maken met de nieuwe Call of Duty? Ik heb geen idee, misschien dat jullie iets weten. Laat het daarom achter in de comments, het is niet een hele lange video. Hier zien jullie nog eens de man met het rare logo van Infinite Warfare. Hier zien jullie nog eens de teleporter natuurlijk. En hier, 3, 2, 1, zien jullie nog eens een keer de poster. Wat heeft dit te betekenen? I don't know, ik wou deze snel eventjes met jullie delen. Dus vergeet niet je blauw duimpje mogen achterlaten. Helpt me natuurlijk enorm. Dus, jongens, wie weet is er wel een hele grote hint voor de nieuwe Call of Duty. I don't know. Wie weet dat jullie het weten, laat daarom even in de comments achter. Als je hier iets meer van weet. En dan bedank jullie voor het kijken naar deze korte video. Even om jullie up-to-date te brengen. En ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe video, jongens.